Goedemiddag en hartelijk welkom bij het eerste lunchpauzeconcert van dit seizoen. Mijn naam is Cécile Gouder de Beauregard en ik ben programmeur klassieke muziek hier in TivoliVredenburg. En vanmiddag een bijzondere aftrap van de 4 finalisten van Dutch Classical Talent. Graag leg ik u eventjes uit wat Dutch Classical Talent precies is. Het is een talentontwikkelingstraject van 1,5 jaar... voor jonge klassieke talenten die in Nederland studeren of zijn afgestudeerd. Door middel van 2 auditieronden selecteert een vakjury 4 finalisten, die vervolgens onder begeleiding van coaches een mooi concertprogramma bedenken en daarmee op tournee gaan langs 15 Nederlandse grote zalen. Een unieke kans voor jonge muzici om zich dus in 1 keer op de kaart te zetten. Aan het eind van het seizoen komen ze dan nog 1 keer samen in een spannende finale. En dan presenteren ze zichzelf alle vier. En dan wordt er een Dutch Classical Talent Award uitgereikt van €10.000 en is er ook een publieksprijs. Veel muzici die nu op de nationale en internationale podia staan, zijn vroeger laureaat geweest van Dutch Classical Talent. Ik noem een paar namen, bijvoorbeeld Tania Kross, Lavinia Meijer, het Van Baarle Trio, het Berlage saxofoonkwartet, Maya Friedman en vele anderen. Vanmiddag presenteren de 4 gloednieuwe finalisten zich en geven ze een voorproefje van hun programma waar ze mee op tournee gaan. Mocht u zo enthousiast zijn en het hele programma willen horen, dan kunt u uiteraard meer informatie vinden op onze website. Voor nu wens ik u een heel fijn concert toe en ik vraag u een hartelijk applaus voor de eerste finalist van deze middag, duo Dulfer en Witteveen. Hallo allemaal, welkom hier vandaag bij de kick-off van de Dutch Classical Talent Tours. Wij zijn ontzettend blij om hier te zijn en we hebben er ontzettend veel zin in. Wij hebben nog een paar maanden. In januari gaan wij beginnen met onze tour. Dus wij zitten midden in het proces nog van het maken van die tour. Gelukkig hebben we natuurlijk wel al wat kleine dingen af die jullie dan vandaag kunnen horen. Maar wat wij zo leuk en bijzonder aan dit project en traject vinden is dat we voor onszelf als duo, maar ook als individu, hebben we er eigenlijk een vraagstuk aan gekoppeld. Daarom ook de titel YOLO, You Only Live Once, van waarom maken wij nou muziek? We vinden het natuurlijk fantastisch en we doen het graag, maar kun je nou die vraag ook heel diep beantwoorden en wat willen wij nou aan het publiek geven? Nou, dat bleek een moeilijkere vraag dan we dachten. Dus daar zijn we maar hard mee aan de gang gegaan. En daar zijn we ook nog steeds druk mee bezig. Maar ons doel is dat we in onze voorstelling jullie daarin mee gaan nemen, muzikaal, maar ook eigenlijk ons hele proces, hoe dat is gegaan. En hopelijk krijgen we wat meer antwoorden op vragen, maar waarschijnlijk krijgen we alleen maar meer vragen natuurlijk. En we gaan nu verder met twee stukken die in ieder geval de voorstelling gaan halen. Jullie worden verrast. Goedemiddag allemaal, fantastisch om hier te mogen spelen voor jullie tijdens dit kick-off concert van Dutch Classical Talent seizoen 22-23. Mijn tournee is, het duurt nog even, pas in maart, april 23 zal ik spelen. Dat wordt een solo tournee met de harp langs de zalen en het programma is Orpheus. Dus ja, Orpheus is natuurlijk de mythologische zanger en dichter die ook heel vaak wordt afgebeeld met een lier of een harp of een snareninstrument. Een vrij bekend verhaal, maar om daar een hele voorstelling van te maken rond ook de harp, is denk ik nog niet eerder gedaan. Dus ik heb nog even de tijd, dus ik ben natuurlijk nog bezig met de voorbereidingen. Vandaag speel ik voor u eerst een rhapsodie van Marcel Grandjany. Een werk waarin de harp heel goed de mogelijkheid krijgt om te laten zien wat het kan. En het volgende stuk, dat zal ook tijdens de tournee worden gespeeld, dat is van Marius Flothuis. Het is ook leuk natuurlijk om een Nederlandse componist te spelen. En het heet Pour le Tombeau d'Orfée. Dus het is een treurdans voor Orpheus. Bij deze van harte uitgenodigd. Ik geloof dat 8 maart de première is. Maar het speelt ook in de titel. Dus welkom. solo se sabe que quema la sangre como un trópico de vidrios, que agota, que rechaza toda la geometría aprendida, que rompe los estilos, que se apoya en el dolor humano, que no tiene consuelo. Ladies and gentlemen, we are the Dianto Reed Quintet, and this is a little taste of what is our one-hour concert, Identidades, La Magia del Duende. It is based on Spanish music, and we invite you to feel the duende. Duende is a concept associated to Spanish art and cannot be really defined or be put in words. It's something you have to feel. For that, in our concert, we use the exact words given by the Spanish poet Federico García Lorca in a conference called Teoría y Juego del Duende. It can be said that Identidades is successful if, and only if, we all can feel the duende with us today.